Dus daar gaan we weer. Onderweg naar de Acetion. Ja. En zaken even onveilig maken daar. Misschien nog wat spulletjes halen. Misschien wat spulletjes halen. Heel ja. Misschien. Heel en, misschien. En nog een productreview doen straks. Ja. Kijken wat wordt. Ook dat. We gaan even straks iemand vragen. Dan zijn er nog producten te reviewen. En dan kijken wat het wordt. Zo, en wat komen we hier nou weer tegen? Hele mooie auto. Dan mag u hier parkeren. Het is minder dan 5 meter van de hoek. Op een, bijna op een kruising. Het is bijna op een kruising. Dan mag u hier ook niet parkeren. Nee, dan zijn we nu in overtreding. Dus degene die van de eigenaar van deze auto kunnen zichzelf een bekeuring geven. Ja. Dat is mooi. Ze kunnen zichzelf een bekeuring geven. Hè? Dus, ja. Ja, precies. Dat lijkt me wel grappig. Dat lijkt me ook, ja. Heel grappig. Maar dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Nee. Dus we gaan zien. Inderdaad. We gaan het zien. Oh, is dat zo, toppie-joppie? Zeker wel. Altijd toppie-joppie. Mooi, ik ga daar lopen. Ja. Want hier hebben we veel te veel wind. Dat zou je ook wel zo meteen merken. Ja? Ja, inderdaad. Zo. Ik steek heel netjes over. En ik laat toch in de auto's voor. Hé. Hey. Ja. Jij wel. Ja, ik wel. Ja, anderen doen dat niet. En ik heb die ene bord gezien en met die twee pijltjes en dezelfde kant op. Oké. Okay. Weet je waar die staat? Nee. Nou ja, je rijdt er elke zaterdag langs. We hebben het nu even op verkeerd worden. Ja. Ook leuk. Heel leuk. Je hebt in heel veel varianten. Ronde borden met de rode rand. Blauwe borden. Driehoekige borden. Driehoekige en wat? Ondersteboven. Dan zal onder ik even... borden. En boven borden. Ja. Dan ga ik eventjes een vraag stellen aan jullie. Dat vind ik leuk. Ja. Ja. Wat betekent? Inderdaad. Dit bord. Wat betekent deze twee borden? Als je dat weet, zet het dan even hieronder in de comment. En dan krijgen jullie daar weer een reactie op. Toch? Ik denk dat het een passie is voor overstekende voetgangers. Ja, je weet het nooit, hè, vanzelf. Nee. En dit bord? Met een boven bord? Oh. Er vraagt weer iemand wat. Maar, wat? Ik betekent dat je hier rechts moet parkeren en dat je dan je auto moet laten inbreken, of niet? Dat weet ik niet. Is dat een suggestie voor inbrekers? Ik denk het. Hier kan je inbreken in auto's, niet ergens anders? Nee. Dus. Ja. Ja, toen was het even stil. Ja. Jullie hebben voorrang. Ja. Jullie hebben voorrang, ik niet. Jullie hebben voorrang, ik niet. Hun hebben geen haaientanden. Nee, we rijden wel op een voorrang. Daarom? We lopen op een voorrang, volgens mij. Ja, nou en? Dat is dezelfde rijrichting. Het zijn looprichting. Alleen, wij zijn geen bestuurder. Nee, dus dan hebben auto's weer voorrang. Dan moeten we een ander keertje zeker het jammer hebben over voorrang. Ja. Hoi. Die vond ik even leuk. Piste. Ja. Piste. Nationale piste. Ja. Hey Jack. Hoi, hoi. Alles goed, jongen? Lekker. Ik ben aan het vloggen, dus... Oké. Wil je nog wat zeggen tegen de mensen? Hoi allemaal. Hoi. Gaan we weer verder. Nou, dat is Jack Snack. Een hele goede maat, vriend. Dus ja, komt helemaal goed. Waar zijn we nu? Volgens mij in het winkelcentrum. Dat is mooi. Waar ze allemaal winkels hebben. Toevallig ook, omdat het nog geen sluitingstijd is. En waarom is het nog geen sluitingstijd? Het is nu 4:15. Ja. En om 5:00 sluiten de winkels voor deels. En andere sluiten om 6:00. Ja. En om 8:00 is iedereen dicht. Nou, we zijn lekker sportief bezig. Want we zijn met de trap. De andere mensen die gaan met de lift. Ja,
de luie mensen. Met de luie mensen, ja. Ja, zal ik eens even kijken wie er weer werken vandaag. Dan zal ik eventjes hetgeen en ding. Ja, en ze werkt. Dat is leuk. Ze werkt aan de kant. Ja, precies. Ik zal er al zo meteen even pesten. Wat ben jij nu op dit moment aan het doen? Producten aan het reviewen. Want? Kleine lettertjes kan ik niet lezen. Dus dan doe ik het wat groter. Ja. Op mijn telefoon. Dat is veel handig. Ik kan het lezen. Ja. Dat heet ook gratis loepje.nl. Dan kan je een klein loepje bestellen. En dit is de app daarvan. Ja. En nu begrijp ik waarom ik het niet kan lezen. Het is in het Zweeds. Nee, het is niet in het Zweeds. Ja, het staat hier in het Zweeds. Hier. Nee. Met argonolie beschermt je haren tegen haarbreuk en verandert je haar van droog en kroesig haar en haar. En ja, dag. Dus, staat ook in het Duits, Frans, ja. Spaans. Precies. Dan weten we dat hier. Voor de Spanjaarden onder ons, hier kan je het krijgen. Goed spel. Alleen ik heb liever jou. Die is nog niet aangetast door anderen. Oh. En wie is zo weer aan het werk? Corina. Dus? Dus, ja. We gaan we straks even proberen te bevragen over dit product. Nou ja, dat kun je altijd doen, toch? Ook voor kale mensen geldt. Want er is nou niemand bij de kassa. Dus ik zou zeggen, voordat er iemand bij de kassa is... Wij gaan naar de kassa. Ze moet dan lachen. Tuurlijk moet ze al lachen. Zet gewoon in. Het is niet betalen. Ja. Is dit een goed product? Of voor kale mensen of niet? Voor kale, dan vraag je iets, ja. Nou, er staat hier dat het meer geschikt is voor mensen met droog en kroesig haar. Oké, okay, dus voor dus meer voor de... De Afrikaanse medemens. Italiaanse medemensen. Okay. Niet geschikt voor de kale mensen. Dat is jammer. Volgens mij heb ik alleen... Wat ik heb, dat is eigenlijk puur als je voor, in de zon gaat. Om je dan te beschermen. Maar echt iets voor dat heb ik niet. Ik heb trouwens nagevraagd gedaan. Die droogschampoo waar je het voor gisteren over had. Ja. Kan ik niet bestellen. Dat is jammer. Dat is heel jammer. Allemaal niet. Toch? Ja. Oké, okay. Met water erbij. Ja. Okay. Nee, gisteren heb ik het geprobeerd, maar ze geven allemaal van niet bestellen, maar niet bestellen. Dat is heel jammer. Ik houd het wel even in de gaten, van mocht u wat meezelder is, dan... We hebben er graag 10 dozijn van hebben, als het kan. Wordt geregeld dan. Oké, dankjewel. Ja, alsjeblieft. En hoe vind je deze filiaal om hier te werken? Gezellig. En wat vind je daar zo gezellig aan? Nou, waarom heb ik het gewoon gezellige omdat ik het mensen. Leuk. Ja. Ook gezellige klanten. Ik kom natuurlijk uit Leidschendam, dus ja. Ja. Ik woon hier natuurlijk op de hoek, dus dat is nog makkelijker. Mooi zo. Niet zo heel lang te fietsen om hier te komen. Ik kan uitslapen. Nee, uitslapen, ja, maar dan kun jij je bed gaan verkopen, toch? Ja, nee, dat wil ik ook niet. Nee. Waar mag mijn vent op slapen? Leg mij dat maar uit. Ja, dat mag, dat mag jij zelf uitleggen, ja toch? Is goed. Hé, dankjewel. Alsjeblieft. Is er zo? Ja. Want? Nog niet. Geen jeugd. Waarom is dat zo jammer dan? Jammer, dan kan je... gratis spullen halen. Ja. En waarom gratis spullen dan? Nou, als je dus een product hebt dat zuivelproduct, dat de datum van vandaag heeft, ja. Dan mag je dat technisch gezien gratis meenemen als je daar even een melding van maakt. Maar waarom heeft dat de Albert Heijn of de Jumbo nog niet? De Albert Heijn heeft geen Jumbo, nee. Nee? Nee, de Albert Heijn is ook geen Jumbo. Dat is nou jammer. Alleen goede spullen die niet over de datum zijn. Ja. En producten die de datum van vandaag naderen, ja. Die gaan ze afprijzen met 35% korting zodat ze sneller verkocht worden. Dus niet gratis hoeven weg te geven. Niet? Nee. Oh. Maar goed, helaas heeft de Wieber ook geen zuivelproducten die niet over de datum kunnen raken. Ja. Dus dan kun je daar ook niks gratis krijgen. Dat is een leuke vulpen, die ik nou trouwens niet zie.
toch wel? Ja. Kunnen we dit product nog een keer gaan reviewen? Het zogenaamde vulpenproject. Ja, het kan. Altijd leuk, beetje, toch, mensen? Een beetje groener. Dat is goed voor het milieu. Groene pen. Wat zouden jullie nou het leuk vinden wat wij gaan reviewen qua producten? Maakt niet uit bij welke winkel. Ik vind dat leuk. Dat is een keertje wat anders. Dus laat het weten even hieronder in de comment. En dan gaan we het zeker eens een keer doen. Wanneer weet ik nog niet, omdat ik nog geen reviews heb van wat jullie nou eigenlijk willen doen. Ik ga denk ik... Dit product reviewen. Dit product voor mezelf eens even reviewen. Want hoe duur kosten deze? Deze zijn 7 euro. 7 euro. De witte is even duur, dus dat scheelt je. Ja. Helaas hebben ze geen groene. Dat maakt niet uit. Dan nemen we de gewone grijze mee. Dan nemen we de grijze mee. Dit hoort er niet bij. Gaan we de grijze meenemen? Ja. Want van de week had ik echt zoiets. Nou ja, 2 weken terug of zo. Wou ik al eentje meenemen, maar ik vond hem een beetje te duur. Maar nou ga ik hem toch meenemen. Of we gaan hem meenemen. Goed gezegd. Ja, toch? Ja, wij gaan hem gewoon meenemen. En als jij ontbijt in bed wil, dan kan dat vanaf deze met dit mooie apparaat. Ja, ook dat. En kan je meteen uittesten. Ook dat. Ik denk dat dit voor de frietsaus is. Wacht even. Dit is voor de frietsaus. Dit voor de milkshake. Hier kunnen frietjes in. En hier kan je lekker bestek neerleggen. En lekker morsen. Toch? Ja, het kan allemaal. Kan ook voor de bekende snackbarren. Ook dat. Dus, nou, dat gaan we even weer doen. Dan ga ik zo meteen nog meer even laten zien van het winkelcentrum. Ik ga mijn grote vriend René pesten als die er is. Vind ik leuk. Hè? Ja. Ja, als hij er is. Volgens mij is hij er. Ik zie hem. Ja, ik wel. Hey René. Hi, hoe gaat ie? Zo druk als een klein baasje. Vertel. Ja, alles kan. Ja, precies. Precies. Gaat ie? Heb je nog... De mensen gaat altijd goed mee. Ja, goed hè? Ja, ik ben volop bezig en met vloggen. Vloggen? Ja. Wat doe je daar nou weer mee dan? Ja, dat is leuk. En dat doen we samen. Uh-huh. Ja. Ja. Wij doen productreviews. Ook. Iets bij de Vibra gehaald. Ja. Even kijken of het werkt. Het werkt of het goed is. Ja. Dan mag die mevrouw eerst. Want... Oh, u bent al klaar. Kijk, dat is snel. En wat vindt u er van deze winkelzaak? Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Doei. Dus. Op zijn Engels, hè? Waarom had ze het gesnapt? Oh, ja, weet ik toch niet. Ik kan niet begrijpen. Ik ben Hollander. Ja, ik niet weet niet. Nee, precies. Nee. Heb jij nog bepaalde producten die eigenlijk populair zijn bij de klanten? Wat echt populair is, nou ja, niet een specifiek product, maar een productgroep als hondensnacks. Dat is natuurlijk een hele hardloper, wat de hele dag doorgaat natuurlijk. Okay. Ja, dat is echt een toppetje, zeg maar. Okay. Dat is ook een flinke wand inderdaad. Ja. Met allemaal diverse soorten snacks. Veel vraag, dus ook veel aanbod, hè. Okay. En veel keuze, want ze willen allemaal wat anders, wat bijzonders. Dat blijft altijd een topdingetje. Dan natuurlijk speelgoed de hele dag door. Speeltjes. Okay. En natuurlijk de standaard flowbestrijding. Maar ja, speelgoed is natuurlijk en snacks. Toch wel de grootste runners. Mooi. Okay. En dan heb ik een vraag. Er zijn wel eens nog mensen en die vlooipoeder gebruiken. Ja. Is dat nog een goede oplossing? Of heb je zoiets van, doet dat liever niet? Nee, het bestaat gewoon nog steeds. Er wordt niet zo heel veel meer gebruikt, maar het kan wel. Ja. En, je bestrooit de hele hond, zit allemaal tussen. Je kan het goed bij je langharige hond ook lekker in die vacht wrijven ertussenin. En daarna moet je weer gaan uitkammen natuurlijk. Oké. Okay. Dus het is wat intensiever werk, er wordt wat minder gebruikt nog. En er staat ook op het internet karnemelk dat goed is voor een hond? Nog nooit van gehoord. Nou, en bij deze weet je dat nu ook gelijk? Geen idee. Ik lust het zelf niet, dus... Ja, ik wel. Ja. Toevallig. Betekent dat nu dat je een ijskastje neer gaat zetten met karnemelk, speciaal voor honden? Ja, laten we dat maar niet doen. Nee? Oké. Okay. Nee.
Maar heb je nog iets van, nou, dat, dit vind ik wel leuk voor de mensen die kijken? Hier heb je iets. Heel veel mensen willen speelgoed hebben. Wat onverslijpbaar is voor de hond. Ja. En hier, deze serie die geeft gewoon garantie dat het niet kapot kan. Okay. En als het wel kapot kan, dan krijg je gewoon of een vervangend product of je geld. En wat doet dit speelgoed dan? Nou, voor de echte slopers onder ons. In allerlei maten natuurlijk. Hè. Je moet zo'n hele grote hond niet een heel klein rokballetje geven. Maar dan kan die natuurlijk wel uitgebreid op knagen. Dus hoe groter de hond, hoe groter het product. Maar hoe groot moet de hond zijn om bijvoorbeeld zo'n balletje aan te kunnen? Kijk, hij moet er gewoon in zijn bek kunnen houden. Dit is echt voor de kleinere hondjes wat je nu in je handen hebt. Dus dit is voor de chihuahua's? Ja, nou, bij de chihuahua zou die op zich al perfect werken, maar die heeft nog een slag kleiner. Maar de garantie zit alleen natuurlijk niet op de vlosstoutjes, want de vlosstoutje mag natuurlijk stuk. Oh, okay. Dat is om te reinigen tussen de tandjes. Dus okay. Het gaat puur om het balletje zelf, zeg maar. Oké, okay, dus dit balletje is onverslijpbaar. Ja, dus bij deze ook, hier geeft hij garantie. En hoe doe je dan daar een vlosstouw in dan? De vlosstouw is een eenmalig iets. Ja. Dus is hij daarna op, kan je hem gewoon gebruiken als speeltje. Je kan de koekjes in een klem zetten, zodat hij dat eruit kan trekken of mee kan spelen. Ja. Maar die vlosstoutjes heb je niet los te doen? Jawel, maar dat kan je alleen niet tussen krijgen. Ja, dat kan wel, maar dat is heel lastig. Dat gaat heel snel los dan. Oké, begrijpelijk. Om het zelf in elkaar te knopen. Maar ontzettend leuk speeltje wat veel effect heeft. Mooi. En ik heb ook gehoord dat jij deze winkel over hebt gekocht. Ja. En hoe bevalt dat? Nou ja, heerlijk eigenlijk. Het is even gezorgd dat alles weer op voorraad was. Winkel even heringericht, heel veel voorraad ingezet. Ja. Dus meer keus voor de klant. En dat is allemaal gelukt. En nou, nu gaan we weer wachten tot alle klantjes weer een beetje gaan terugkomen. We zijn weer buiten, ja. En hoe voel je de interviews gaan? Ik vond ze wel goed gaan, alleen nu bij de supermarkt hier was er iemand die zegt van goeiedag en verder erg weinig respons. Dus ik wens hem nog een goede dag toe. Maar ik krijg niks terug. Geen antwoord, hij was al bezig met de volgende klant. Dat is niet echt klantvriendelijk. Nee, dan is hij wel weer klantvriendelijker. Hé, wil je vloggen? Ja, tuurlijk ben ik aan het vloggen. Mustafa, kom kijk, ze gaan weer vloggen. Ik wil die ook kijken hoor. Wat zo'n naam op dingen toe. Ik wil kijken. Wat als je nou een kaartje. We hebben klanten nodig. Een kaartje. Je krijgt een kaartje. En dan via daarover dan kan je weer mijn. Ja. Ik ga niet zakken, heel voor jou. Is goed. Top. Top man. Komt goed. Ze zijn er bezig. Huh? Waar ben je bezig met dit is onze vijfde vlog. Vijfde? Ja? Zo. Ja? Lukken? Tuurlijk wel. Ja? Tuurlijk wel. Ik hoop het voor je. Je wel, toch? Ik heb vertrouwen in je. Binnenkort weer eventjes een wat lekkers. Komt goed. Ja, komt goed, hè? Ja, komt twee, goed. Hè? Hoi. Twee, oké, is goed. Kijk, dat hebben we ook weer in de zo pocket. Zo doen we dat weer. Ja, yes, zeker. En dan denken jullie, hè? Waar hebben we het nou over? Nou, als wij het hebben, dan ga ik weer een filmpje nemen, opnemen. En dan gaan we even kijken hoe het ze maakt. Het is op zijn kosten. Kijk, dat is ook leuk. Ik zeg nog niet hoe en wat, maar nou ja, ik heb het al een beetje gezegd. Maar... Klein beetje, maar jullie weten niet wat het is. Dat is het leukste. Nou, dan ga ik hier langs. Houd een doolhof. Ja. Ga mee met het. Waar wij naartoe gaan? Ja. Ja, weet ik dat. Geen idee. We lopen gewoon ergens. Ergens op straat. Kijk maar, ergens op straat. Ja. Dit is de straat. Daar lopen we op. Fijn. Zon in de rug. Ja, die kant op dacht ik niet. Ja, weet ik niet. Of juist naar achteren. Het ligt eraan wat je wil. Ja, precies. Als je naar links wil, dan moet je naar links. Als je naar rechts wil, moet je naar rechts. Ja. En dan is het gewoon lekker doorlopen. Tot je ergens komt waar je het weer kent. Toch? Ja, precies. Okay. Helemaal goed. Doen we dat. Wil je dit meenemen? Nee joh, ik vind het leuk. Ja. Nou, deze ga ik even lekker van de week even uittesten. En dan mag hij ook eventjes, hij, ja, precies, ja. Hij. En ik.
En wij? Ik en jij en wij en zij en gij. En jullie? Ja. Ons? Ons. Zo, ik graag een lamme arm eigenlijk, joh. Maar dat maakt niet uit, geeft niet. Het is goed even om mijn armspiertjes. Dus. Okay. Goedemiddag nog. Ook goed, dan niet. Nee. Slechte middag. Slechte middag terug. Toch? Is dat zo? Ja, als je iemand een slechte middag wens, wens je een slechte middag terug. Maar dat, ik zei goedemiddag. Gaat alleen maar beter gaan. Ik zei alleen goedemiddag. Ja, had jij een goede middag gehad, misschien had jij een slechte middag. Ja, dat kan. Als jij nou zegt dat jij een slechte middag hebt, is zijn middag beter natuurlijk. Ja, dat is waar. Dus, kan zomaar keren, in Bredo. We zijn nu onderweg naar het vrijwilligerswerk. Het hoofdkantoor van het vrijwilligerswerk. Van het buurtpreventieteam. Gaan we eens even kijken of de buurt wel veilig is. Ja. Hopelijk wel. En zo niet, dan zorgen we dat het veilig wordt. Precies. En de opkomst is waarschijnlijk niet echt hoog. Nee. Maar dat zien we dan straks wel weer. We hebben hier een mooi verkeersbord. Iets met fietsers. En een onderbord met een dubbele pijl die naar elkaar toe wijzen. Wat zou dat kunnen betekenen? Karin, weet jij dat? Nee, dus ook de niet. Vraag die laat ik lekker aan de kijkers over. Is helemaal goed. Ja, ik wel. Ah. Precies. Ja, schat. Zo, doe ik het zo. Zo lukt het ook, toch? Hè? Zo lukt het ook, prima. Ja hoor. Zelf een stukje buurtpreventie doen. Ja. Meteen de hond uitlaten. Precies. En met zes teams. Zes teams, nee. Ja. Ja. Zes teams van één persoon. Nee. Drie teams van twee personen dan? Juist. Okay. Maar het is eigenlijk één groot team. Ja. Van zes personen. Dit keer. Ja. Normaal lopen we wat met meer, maar nu is het even rustig in de vakantieperiode. Net de wachtcommandant gebeld in de buurt. En die zegt, waar moeten we op letten vanavond? We letten op auto-inbraken. Waar gaan we nou naartoe? Even overleggen. Naar Jim, toch? Even overleggen bij Jim. Ja. Onze vaste... Stekkie. Gewoon even zitten, even praten. Als Jim er is. Ja, misschien is Jim er niet. Dat zou ik nog kunnen. Ja, Jim is er wel, want zijn auto staat er. Ja, dat zit weer. Jim, die staat er. Is er. Staat er. Nee, die zit. Vaste eindoverlegplaats. Nee, hij zit niet, want dat is Jim niet. Nee, precies. Zo even aan Jim vragen wat hij allemaal in de aanbieding heeft. Nou, bijna niet. Dat is Jim. Staat er ook goed op. Dag Jim. Gaat hij mee? Ja. Drukke avond vandaag. Kijk, ik moet eerst zeggen. Je hebt een drukke week tegemoet. Je gaat kaarten. Ja. Waar allemaal? Bij de Brink. Bij de Brink. Escomblaan. En hoe vaak doe je dat? Drie keer in de week. Oké. Hoe lang? Hoe lang? Ongeveer een uurtje of drie bij elkaar. Oké. En komt je kleindochter nog op bezoek? Ja, donderdag. Gaan we erop halen van school. Oké. En ze blijft tot zondagavond. En dan komen we zo weer ophalen. Oké. Is goed geregeld. Halen en brengen, of niet? Donderdag ga ik er halen. En ik breng er ook vrijdag weer naar school. En dan halen ze weer van school. Oké. Dus. Maar heb je nog wat tijd om hier... Ik sta hier dinsdag ook hier te rotzooien. Te rotzooien er wel. Ik ben gewoon met zijn vaten op te ruimen. Ah, dan heb ik nog vuile was te doen. Dat moet toch gebeuren. Ja. Hygiëne is heel erg belangrijk. Vorige week had hij bezoek gehad van iemand. Dus is netjes er doorheen gekomen. Dus het was netjes alleen. Oké. Hebben jullie toevallig ook hallo producten? Ja meneer, we hebben dus de hallo kip. Oh, lekker. We hebben ook frikadel van hallo. Frikadellen? Frikadellen. Oh. Die zijn redelijk zeldzaam. Ja, maar ze zijn er wel. Er zit nog zo'n frikadel naadje. Nee, dat is geen frikadel. Ze kent een hele lieve dame, die kan mij niet uitstaan. Het gaat me wel beslaan als ik een vraag stel. Ach jee. Ja, dat is jammer hoor. Maar u maakt ook raspatatjes, zo te zien. Ja. Nee, die maken we niet zelf. Die haalt hij. Oké. Maar je frituurt ze hier wel zelf af? Je frituurt ze hier zelf af? Ja. Ja, oké. Ja, ik laat ze niet brengen hier. Oké. Maar is dat een speciaal recept? Doe je er speciale olie in? Of, Nee, gewoon in een aparte bak. Oké. Dus het is geen friet en
raspatat bij elkaar? Nee, in dezelfde bak? Absoluut niet. En ook geen frikadellen erbij? Nee, die hebben ook een andere bak. Oh, alles heeft een andere bak. Is dat met hygiëne te maken? Ja, natuurlijk. Oh, dat dacht ik. Dat dacht ik al. Oké, okay, maar dus stel dat ik een hamburger wil hebben, gaat die ook in de frituur of niet? Nee, die gaat niet in de frituur. Nee? Nee, de hamburger wordt netjes gebakken in de koekenpan, daarna gaat hij even in de oven. Oké. Okay. En als ik nou een cheeseburger wil, doe de cheese ook bij de hamburger in de pan? Nee, de hamburger, de cheese die komt pas op de hamburger als hij de oven ingaat. Kan die smelten. Oh, dat is handig. En wat voor frituur heb je nog meer? Ja, van alles. Van alles, ja. Oké. Okay. Als je de lijst naar krijgt, dan zie je wat voor frituur we allemaal hebben. Ah, oké. Okay. Nee, steeds meer. Misschien heb je wel eens iets speciaals wat anderen niet hebben. Dat zou ik niet kunnen zeggen. Moet je echt bij mezelf bezig. Oh, oké. Nee, ik dacht misschien heb je iets van kipnuggets of andere die zijn er exotische ook, producten. En vis. Vis ook nog? Ook nog. En schnitzels. Oké. Okay. Maar vis gaat niet in de frituur, toch? Of wel? Nee, ook in de pan. In de pan, oké. Okay. Stel dat ik gerookte haring wil hebben. Dan zou je toch naar een rokerij moeten. Dan krijg je raak antwoord op. Uh-huh. Heb je ook misschien nog soep in de aanbieding? Nee meneer, helaas niet. Misschien van de winter dat ik dan voor een ertensoep ga maken. Oh, dat is wel lekker. Ja, vers gemaakt. He. Dus zit er ook rookworst in dan? Natuurlijk. En die zit niet in de frituur? Spek zit erin. Spek, oké, lekker. Ja. Maar is dat gerookt spek of gefrituurd spek? Nee, gerookt spek. Oké. Okay, niet gefrituurd spek. Dan moet ik een speklap in doen, dat is niks. Oké, okay, nee, goed. Maar het kan zijn dat je zegt, van, nou, ik frituur van alles. Nee. Dus ook het spek in de frituur? Nee, gaat verder. Nee, oké. Okay. Nee, dan duidelijk. Oké, okay, okay. Dank u wel. Alsjeblieft, ga. Je hebt hier een eetgelegenheid. Ik heb hier een cafetaria sinds 1 maart. Sinds 1 maart, dit jaar? Ja. Oh. En draait het een beetje? En welk jaar is het? Redelijk. Ga je niet stil lachen? Mag altijd beter. Uh-huh. Het kan ook altijd slechter. Oké, okay. Je hebt een variëteit aan producten hier, waaronder lekkere raspatatjes. Onder andere ja, maar we hebben een heel breed assortiment. En verkoop je ook soep? Soep nog niet. Nog misschien niet. In de toekomst wel, maar in de winter? Niet. Ja, de kans is aanwezig. Lekker ertsoepje? Deze kant ook. Bijvoorbeeld, en stampotjes. Oké, okay. Dat klinkt goed. Ja. En jullie doen alles in de frituur, in een eigen bak, heb ik begrepen. We doen zeker niet alles in de frituur. We maken bijvoorbeeld onze eigen hamburgers in een pannetje, saté gaat in een pannetje, schnitzels, eigenlijk alle vers producten gaan in een pannetje. En alles wat uit de diepvries qua snacks, die gaan de frituur in inderdaad. Oké, okay. Maar alle aparte snacks gaan in een eigen bak of niet? Zoals de raspatat gaat in een aparte bak of gewoon friet? Ik heb een aparte bak voor de friet en een aparte bak voor de snacks. Oké. Okay. Zoals het hoort. Oké, okay. En heb je daar nog speciale olie voor? Ik gebruik plantaardige olie. Oké. Okay. En ik heb begrepen dat jij halal producten aanbiedt. Ja. Is dat alleen maar halal? Of, Ik heb niet alleen maar halal producten. Ik heb bijvoorbeeld op mijn menukaart heb ik ook varkensfarmen staan en sperrips. En die zijn absoluut niet halal. Maar dat zijn producten die ik of in een pannetje los doe of in de oven verwarmd. En de rest is allemaal of kip of rund. Oké. Okay. En jullie verkopen ook nog desserts, heb ik begrepen. IJsjes en dergelijke. IJs, ja. Ben & Jerry's hebben we tegenwoordig in het assortiment. Oké. Okay. En van de winter zullen we verder gaan met de Magnums en met schatkistjes. Wat is een schatkistje? Een schatkistje is een kinderijsje. Dat klinkt lekker. Ja. Zijn er nog speciale aanbiedingen in? We hebben heel veel aanbiedingen. Ah. We hebben een nieuwe flyer, die gaat redelijk snel de bus in overal. Okay. Daar zijn we gewoon gefaseerd mee bezig. Ik heb geen gehad. Dus elke week gaan er weer wat flyers de bus in. En uiteindelijk gaan er 15.000 flyers de deur uit. Oké, okay. En jullie verkopen ook diverse soorten dranken, heb ik begrepen. Voornamelijk allemaal frisdrank. En wat we aan alcoholische drank verkopen is een biertje. Oh, oké. Okay. Dus voor sterke drank moet die bij jou zijn? Nee. Oké, okay, zoals het hoort. Geen vergunning voor dus. Oké, okay, nou dat is netjes. Ja. Oké, okay, dankjewel. Net bijna overreden door een auto die het nodig vond om eventjes door te rijden voor een over een zebrapad. Mag dat? Nee. Mag dat? Even de vraag. Nee, mag niet. Mag niet. Vlak voor je neus. Huppatee, doorrijden, gas geven. Ik moest eventjes mijn hond even terugtrekken. Ja. Dat is niet handig, maar verder alles wordt verlopen. Rustig rondje.
Heel rustig. Geen bijzonderheden. Geen echte bijzonderheden. Dus dat is mooi. De wachtcommandant was ook weer blij. En wens toch nog een fijne avond. En tot een volgende keer, zei hij nog. Ja, vriendelijk. Dus, vriendelijk tot en met. Ja, precies. Zo moeten we er meer hebben. Echt hè? Zou ik wel zeggen, ja. Wat zijn ze hier allemaal aan het doen? Ja, dat weet ik niet. Je aan het verbouwen. Kaartenwinkeltje. Een kaartenwinkel. Ja, en je kan ook nog foto's maken, pasfoto. Voor 6 euro. Voor maar 6 euro, dat is niet heel duur. Dan krijg je 4 foto's, dat is 1,50 per foto.